Yo mensen van Wachtwoord, welkom weer terug bij een nieuwe aflevering van Minecraft Single Survival, hier op de Wachtwoord. Het is alweer een poosje geleden dat ik het heb opgenomen, maar maakt niet uit. We gaan lekker vandaag weer verder met ons huis, waar we vorige keer mee begonnen. En ik wou ook wood voor op de grond, want dat vind ik mooi. En we hebben ook eten nodig, en glas hadden we vorige keer gesmolten, voor ook weer eens eten. Glas hadden we volgens mij de vorige keer gesmolten. Dus ik ging nu op zoek naar Oakwood. En ik dacht dat ik daar achter een swamp zag. Aan die kant. De vorige keer. Maar ik weet niet of dat nog steeds zo is. Ik zie er overal bijlen en zo. We lopen gewoon nog voorbij een oakboom. Dit is slecht. Ik zie daar voor mij allemaal oakbomen. Of niet? Ja, hier zijn allemaal oakbomen. Oh joh, geen swamp nodig als we hier oakbomen hebben. Ik word geraakt door wat? Een skelet. Die nu dood is. Dankjewel voor uw pijlen. Hij dropt er best wel pijlen. We gaan weer gewoon verder. ik speel het nog steeds in 1.7, omdat 1.8 nog steeds bugt bij mij. Ja mensen, het is nou eenmaal zo. Ik weet niet of je een nieuwe Minecraft ervoor moet downloaden of zo om de goede 1.8 versie te hebben. Maar het lukt mij in ieder geval niet in deze versie, dus misschien moet ik daar nog maar eens even een keer naar gaan kijken. Voorlopig zijn we even bezig met bomen hakken, die we zometeen ook nodig hebben voor ons huis. En eten hebben we nodig, want ik heb nu 1 appel en een varkens porkchop. Maar hier zitten gelukkig allemaal varkens, dus die killen we allemaal even. Want voor ons huis was het goed, is ook nog 2 varkens. Die wij wel leven moeten... Jij gaat snel weg. En aangezien we ook seeds hebben, ik denk dat het vandaag ook tijd is om eten te gaan planten. Want we hebben natuurlijk ook echt een goede, een infinity etenspool nodig. En ik denk niet dat we dat hebben met van dit soort diertjes. Want die blijven wel spannen, maar niet altijd. Dus we moeten dat ook hebben. Een goede farm, een goed lopende farm. Ik denk dat ik er ook een van dat oakwood ga maken, want we hebben Tostad oakwood gehad. Dus ik denk wel dat ook het huis is daar. Denken we dat we ver komen. Minecraft doet trouwens wel lang met laden, zeg. Daar ben ik er niet van gewend. Ik krijg alweer honger, dus snel dit allemaal in de oven. We moeten ook gaan minen, want we hebben ook gear nodig. Maar voorlopig gaan we eerst even aan de grond werken. Ik denk niet dat ik zoveel oakwood nodig heb. 24, dat is denk ik weer iets te weinig. Ik maak heel eventjes een schep, dan is de grond makkelijker. Of heb ik nog een schep? Nee. Dan is de grond iets makkelijker weghalen. Oh. Want het is toch altijd wel een dirtvloer. Zo. Het gaat best wel langzaam met de houtschep, maar het is niet anders. Dus we moeten het maar even zo doen. Wat wil ik vandaag gaan doen? We hebben 20 minuten de tijd, zoals altijd. Dat is ook raar. Maar we hebben 20 minuten de tijd, zoals altijd. En ik denk dat we in die tijd een farm gaan. We gaan sowieso de grond gaan doen. We hebben een farm nodig. We hebben wat meer eten nodig, maar die zit nu in de oven. En we gaan even minen. En ik denk dat het is voor deze aflevering. Maar ik vind het eerst belangrijk dat we die farm hebben. En dat we die grond hebben. En minen kunnen we misschien nog voor het laatst bewaren. Maar eerst wil ik dit hebben. Zo. Ik dacht het al, dit is te weinig. Zo, dit is misschien dit is wel genoeg. Zo. Hoppatee. Ik heb nog 4 over. Alright. Die is klaar. 7 nieuwe porkchop. Dan gaan we een farm maken. En daarvoor wil ik hekjes hebben. Want ik wil het hier wel een beetje goed hebben afgesloten natuurlijk. Dus hekjes. 1, 2, 3, 4, 5. Dan gaan we hier ook allemaal hekjes van maken. Allemaal stokken eerst. Zo maak je hekjes volgens mij. Ja. 16 hekjes is niet veel. Maar daar kunnen we wel een farm mee maken. 1, oh. Even al die hoge dingen weg. Hier word ik echt gek van. Ik krijg alweer lekker veel seeds van. Dat is ook wel weer handig. Zo, en dan komt hier een poortje. Kijk. Prachtig huis krijgen wij. En ik heb ook nog precies genoeg over. Zo. Huppatee.
Hier komt gravel. Maar dat zoeken we ook allemaal een andere keer alweer uit. Oké, ik heb nog wat stokjes nodig. Stokjes. Dan maken we zo een poort. Huppatee. Vent gate. Die komt daar. Ook tegen de mobs. En wat hebben we dan nu nodig? Een shovel. Zo, die maak je zo. Waarom maak ik eigenlijk houten tools als ik ook al stenen heb? Oh, nog maar één steen. Ja, oké. Okay. Schieten we niet heel erg veel mee op. Ik heb 8 seeds hier. Hier heb ik 11. Oké, okay, dan kunnen we wel wat meer planten. Zo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ik doe er gewoon 9 even aan elke kant. Hier, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nou, jullie groeien wel, hè? Oh. Zo. Jullie groeien wel. Dan kunnen we die weer in de kist doen. Dan kunnen we dit ook allemaal in de kist doen. Toch allemaal niet nodig. Nou, dan zijn we nu al eigenlijk redelijk snel door ons dingetje heen eigenlijk. Dan zijn we nu al redelijk snel door onze planning heen. Dat had ik niet verwacht. Dan kunnen we denk ik wel, dan kunnen we nu al gaan minen. Ik heb ook gravel nodig. Zoals we gravel tegenkomen, hebben we ook gravel nodig. Kunnen we daar namelijk gravel neerpoeten. En ik weet niet meer, mijn, daar is de mine. Hier hadden we de vorige keer de mine gemaakt. Hier ergens. Juist. Huh? Oh, hier zit gewoon nog ijzer, joh. Oh, hier zit ijzer, natuurlijk. Die zouden we weghalen voor als we een stenen pickaxe hadden gemaakt. En die stenen pickaxe hebben we nu. Dus dat is mooi, dan halen we gelijk al het iron weg. Dat is nog eens goed daken. Het is wel veel iron, volgens mij. Vijf bloks. Nou, kan ermee door. Het is beter iets dan niets. Ik mine eigenlijk nooit echt s'nachts. Ik mine wel s'nachts, maar ik mine het liefst niet s'nachts. Zeg maar, want s'nachts mine is niet echt iets voor mij. Want dan heb je ook overal mobs en zo. En we gaan nog gelijk 3 hoog maken, anders dan stoot je je hoofd met naar beneden rennen. Of naar boven rennen. En dat hebben we liever niet. Zo kan je lekker soepel naar beneden rennen. Maar ik mine nooit s'nachts, want ik heb je overal mobs. En dat willen we niet. Ik wil in ieder geval niet dood. Ik weet niet hoe het met jullie Minecraft belevenis is. Maar ik wil in ieder geval niet dood. Dus ik ga trouwens eerst verder met mijn hout. Want anders dan is het zo zonde van mijn stenen als ik ook wel van hout heb. Altijd eerst even je oude tools opmaken voordat je aan nieuwe begint. Dat is mijn tip. Ook van Factions van Project P. Oude serie is dat. Project P. Misschien hebben jullie die wel eens ooit gezien. Het zal waarschijnlijk. Nou, ik weet niet. Misschien hebben jullie Project P wel eens gezien. Misschien ook niet. Dat was met Chinook en met Jens en met Nienke en zo. Altijd een hele leuke serie. Maar dat doe ik niet meer. Maar daar heb ik ook van geleerd dat je eerst je oude tools moet opmaken. En dan pas een nieuwe gaat maken. Dat hadden we toen een Iron Pickaxe oorlog volgens mij om. Omdat dat nooit echt goed afgesproken was. Waarom hak ik hier niet meer 3 oog? Oh, hij is op. Nou, kunnen we gelijk aan de stenen gaan beginnen. En ik wil weer iron vinden. Want we vinden geen iron meer. En dat heb ik wel nodig. Want ik heb tools nodig. Ik heb wapens nodig. En ik heb armor nodig. Dus daarom heb ik iron nodig. Lijkt me logisch. Dit moet ook weer hoog. Waarom vergeet ik het steeds? Dit loopt nu volgens mij wel een beetje raar. Oh, valt wel mee. Valt mee. Zo. Diep zitten we inmiddels. 46. Oké, okay, dan moeten we ook in de gaten houden. Want rond 12 ga ik stoppen. Dan ga ik rechtdoor minen. Want volgens Nienke is op 12 de beste hoogte waarop je diamanten kan minen. Ik weet niet of jullie daar andere mening over hebben. Dat was een verkeerde zin. Als jullie er een mening over hebben, over op welke hoogte je het beste diamonds kan minen, zet het dan even in de comments. Want dan kan ik het namelijk even van jullie overnemen. Dat is misschien ook wel handig dat jullie iets meer weten. Ik ben zelf wel een Minecraft pro. Nou ja, pro. Dat even tussen haakjes. Of tussen aanhalingstekens. Maar ik kan het wel redelijk goed. Ik speel het al een tijdje, dus ja. Ik weet al veel. Ik zit trouwens ook even te bedenken, want als we eten nodig hebben, kunnen we natuurlijk ook altijd nog gaan vissen. Want vissen is niet zo bekend in Minecraft, maar dat is wel natuurlijk een manier om aan je eten te komen. Misschien kunnen we dat ook wel eens gaan doen. Gaan vissen met z'n allen. Lekker, ga ik nog goed? Ik ga nog goed. Oké. Okay. Zie je hier al ergens een mine in de buurt komen of
minen we er precies overal tussendoor nu. Ik hoor ook geen monsters of zo, ik heb ook geen geluid aan het staan. Dus... Ja, muziek hoor je waarschijnlijk op de achtergrond. Maar voor de rest ook niet echt. Oh, Minecraft geluid aan. Ja. Nou, gewoon doorminen. We hebben nog een leuk gespreksonderwerp, want ik zit nu eigenlijk wel een beetje te babbelen over pickaxen en over diep gaan. En... Maar misschien hebben we wel een leuk onderwerp, maar het onderwerp is nu dat pickaxe is gebroken. En dat het ook net nacht is, dus het komt goed uit. Dus kunnen we mooi naar huis, nieuwe tools maken, het ijzer smelten en overnachten. Want oh ja, ik heb ook wel een bed nodig. Misschien is dat ook handig om even te maken, een bed. Ik heb wel shears nodig, maar dat heb ik ook niet, want dan moet ik schapen killen. Nou ja, doen we dan maar. Dan killen we maar even een schaap. Dat boeit mij even niet, maar ik heb wel een bed nodig. Die gooien we erin. Die gooien we hierin. Ik heb een nieuw pickaxe hebben. Dat doen we even door middel weer van stenen, want om hier nu al mijn ijzer aan te spenderen vind ik een beetje zonde. Ik maak er even twee. Twee nieuwe pickaxes. Dan ga ik even wol verzamelen. Dan gaan we slapen en dan gaan we weer minen. Oké, dan hebben we tenminste ook al een bed voor deze aflevering. En dan hebben we weer iets extra's gedaan, want uiteindelijk moet alles natuurlijk wel af. Natuurlijk wel een mooi goed huis hebben, dus hier hebben we gelijk al het eerste slachtoffer van de middag of avond, ligt eraan wanneer je het kijkt. Hier hebben we het tweede slachtoffer. Zo, en dan weet ik niet, en dan weet ik niet uit mijn hoofd of ik nog wol heb in de kist. Ga ik eerst even kijken, anders zit ik hier onnodig schapen te killen. En dat willen we niet. Ik heb honger trouwens. Hebben we hier nog een... Ja, we hebben nog precies één wol. Dat is mooi. Kunnen we een bed maken, dan kunnen we slapen. En dan kunnen we daarna weer gaan minen. En dan hebben we het volgende. Dan kunnen we alweer een nieuw vinkje zetten op de to-do list. Van deze survival. Weer die wit is het kussen. Mooi zwart bed en wit is het kussen. You may not rest now to our tomb. Oh. Er zijn te veel monsters in de buurt. Nou, gaan we eerst even een porkchop eten en daarna gaan we even die monsters pakken. Waar zijn die monsters? Nou, god. Schiet op. Oh god. Oké, dit wordt alleen maar erger. Want nu heeft een creeper mij ook nog ontdekt. Ik mag slapen. Oké, dat is wel zeg kantje boord. Maar nu we kunnen slapen, zijn al die monsters weg. Hoop ik. En dan kunnen we weer in de mine. Er vallen allemaal dingen in stof op. Nou. Ook leuk. Oh, hier zit de wakker. Wow, veel skeletons. Oké. Snel doorlopen, want ik wil niet met die dingen te maken. Ik wil die krengen te maken hebben. Dus gaan we gewoon lekker doorminen. Hopelijk verbranden ze zo meteen wel. Bij mij komen ze met de hele... Oh my god. We staan met de hele parade boven. Dan komen ze naar beneden gelopen. Nee, ze staan allemaal boven. Ze bewaken gewoon de mine. Ze willen gewoon niet dat ik eruit kom. Ze gaan er ook zelf niet in, maar ze willen... Maar zij willen ook niet dat ik eruit kom. Hey, cool. Dat hebben we wel nodig. Dat kunnen we wel gebruiken. Zo. Hebben. Oké, eerst even wat kool weg. Mine ik nog steeds goed? Tuurlijk mine ik goed. Hup. Want de kool raakt op een gegeven moment ook op. Dat hebben we ook wel nodig. Het is wel een grote source dit. Grote source kool. Ik weet niet hoe ver we met ons tijd zitten. Ik denk dat we bijna door de tijd heen zijn. Ik maak mine tot 12, dan ga ik naar huis en dan gaan we afsluiten. Ik denk dat we dan wel een beetje door ons tijd heen zijn. Want ik heb ook helemaal geen timer of zo. Ik doe het gewoon puur op gevoel. Zo. Oh, beerkool. Nou, in één keer komt alles naar elkaar hier. Als we zo'n beetje rond de hoogte van 12 komen.
Oké, okay, hier nog geen fakkel, want dat komt zo pas. 1, 2, 3. Hier kan, hier kan. Hier komt wel een fakkel. Bijna op 12. Dit is 13, nog 1 naar beneden. 2. Oké, okay, 12. Dan minen we hier. Oké, okay, tot daar, want daar heb je een iron pickaxe nodig. Want hier komt er heel veel redstone. Waar je overigens wel veel XP van krijgt. Dan halen we nog even al dit kool weg. Het is wel veel volgens mij. Veel kool. Maar dat maakt niet uit. Dan gaan we maar even iets langer door. Vorige week hadden we tot slot geen video. Dus vinden we dat ze dan iets uit de tijd mag lopen vandaag. Zo. Hoeveel kool we dan nu zo meteen uiteindelijk verzamelen? Nou, benieuwd. Toen hebben we best veel kool. Want dan hebben we sowieso het dubbele vandaag gemined dat we al hadden. Qua kool. Maar ja, we zijn ook pas net begonnen. Dus lijkt me wel logisch. Nog deze volgens mij. En dan is het klaar. En dan lopen we naar boven. Ik heb weer een nieuw trapje nodig. Oh, de oude trap is weggehaald. Door mezelf. En voor mij zit de skeleton club nog steeds boven. Of zijn het gewoon fakkels? We zullen het zien naar de hand of verder boven komen. Voor mij zijn er geen skeletons meer. Nee. Skeletons zijn weg of dood of. Hadden we geen zin meer. Zit hier skeletons? We zijn gewoon weg. Allemaal verdwenen. Nou, dat is mooi. Dan eindigt deze aflevering ook weer goed. Hoeven we niet te vechten tegen een of andere gekke monsters. De volgende aflevering gaan we hier een mooi gravelpaadje aanleggen. Moet ook nog water hebben, want dan groeien die krengen sneller. Dus ja, nou ja, dames en heren. Hier, ijzer eruit. Ook weer mooi meegenomen. Dames en heren, bedankt voor het kijken. Ik zie jullie allemaal de volgende keer weer terug bij een nieuwe aflevering van Minecraft Single Survival hier op Verwachtwoord. Laters!